I Wanna Be The Guy is moeilijk. Maar het is wel mooi, maar het is echt topspel. Even kijken, hoe ver is Bastion? Bastion is... halfway. Ja, Stalker! Ik heb Stalker gekocht met de Halloween, of met de sales van vorig jaar. Of Majora's Mask. Fout. Even hangen, moet even kijken op mijn Facebook. Nou, op zich, Majora's Mask heb wel de vibe van een horror. Het heeft een hele, omdat het zo duister is. Moet ik even iets lezen, even 2 seconden. Ja, ik ben ondertussen ben ik iemand aan het helpen, die is een alternative reality game aan het opzetten. Ik weet niet of jullie ooit van een alternative reality game gehoord hebben. Zo niet, denk aan Haunted Majora's Mask. Waar Ben vandaan komt, dat was een ARG. Maar ze heeft een beetje problemen. Ze was zeg maar omdat vandaag Halloween is, was hem vandaag opgestart, hè. Maar degene met wie ze hem doet, die is weer een lullo geweest. En die heeft maar de helft geplaatst. Dus de helft vergeten wat eigenlijk geplaatst moest worden. Dus dat proberen we even te fixen. Ja, Robin. Ja, en ik wil er niet over praten. Maar nu een ander ding wat ik kan denken. We hebben het over emulators gehad. Daar gaan we nu weer over beginnen. Dat gaat... af en toe best wel diep dingen geworden. Ik wil een grapje maken. Wat? Wat vinden jullie van een film streamen? Op een stream. Niet zeg maar dit, maar gewoon als stream op Ustream of zo. Of dit of. Vind je dat kunnen? Vind je dat het kan? Want eigenlijk is het verspreiden van materiaal. In my opinion. Waar alleen jij voor betaald hebt en die anderen niet. Kan je een film streamen als je zelf de DVD hebt?
of moet je dat niet doen? Dat wil ik van jullie weten, jullie mening. En waarom? Ik heb af en toe heb ik een ja, precies. Maar ik bedoel van, wat vind je van het algemeen van een filmstreamer? Oeh, kijk eens wat er in de hoek staat. Bastion is klaar. Dan gaan wij even deze exit doen. Gewoon even Bastion spelen. Ik heb echt zin in Bastion. 2 seconden wachten, dan even stream overzetten. Ik stream zelf, als ik een film, als ik een stream ga kijken, dan is het of The Walking Dead of Doctor Who. Maar dan komt dat Doctor Who, die wordt hier amper uitgezonden in Nederland. En ik, die DVD's zijn duur, jongen. Hoe je er belachelijk van? Ze verkopen DVD's van Doctor Who. Met 4 afleveringen van 1 seizoen. Er zitten soms 13 tot 14 afleveringen in een seizoen. Moet je 4 van die DVD's gaan kopen om 1 seizoen te hebben? Ja, rot op. Kijk, stream ik het wel. Als best en ze meteen een beetje te luid klinkt, spijt me. Ik doe mijn best om het zo snel mogelijk te muten. Ja, dat is echt stopwoord. Ja. U kunt het spel niet spelen. Ja, wat? Wat? Jee, daar komt hij aan, Bastion. Hij moet eerst even dat installeerding doen. En dan doet hij het, sorry. Is toch mooi? Is toch genieten? Is toch relax? Is toch genieten? Ja, ik weet het. I know, right? Ik had toen ik nog bij de... Ik werkte in de supermarkt, zeg maar, voor 2 jaar lang. Netjes, Rick. En ik had een collega. En... Die zei echt om de 2 minuten... Dat is toch genieten? Dat is toch relax? Dat is toch genieten? Kopje koffie drinken? Dat is toch genieten? Dat is toch relax? Dat is toch genieten? Je wordt helemaal schaarziek van hem. Dat is toch genieten? Dat is toch relax? Hé? Kijk echt in de kassen zitten. Dat is toch relax? Dat is toch genieten, hè? Op een keer denk ik van, hou het op je mel, man. Rot op. Hoe je echt zat. Dat is toch genieten. Dat is toch relax. Dat is toch genieten. Hè? Wietje erbij. Koffie. Cookie. Genieten, relax. Nou, op een keer, jongen. Welkom terug, Petertje. We wachten op het moment dat Bastion geïnstalleerd is. Hey Robin, ik weet niet of jij het nog weet. Herinner jij nog van school? 2 jaar geleden dat we die markt hadden. Tijdens kerst. Oh, dat was drama, jongen. En ik was natuurlijk weer de lul. Ik moest natuurlijk weer zingen. Oké, als dan meteen het geluid te hard komt, ik ga het gelijk proberen te muten. Dus mijn excuses als ik jullie pijn doe, want dat is niet mijn bedoeling.
hurry up, hurry up. Nee, nee, nee! Settings. Confirm. Settings, confirm. Display. Screen off. Okay. NTL. Peek here. Confirm. Resolution, die zetten we. Hop. Deze. Kijk, groot genoeg dat ik nog de chat kan zien. Ja, drie, vier jaar geleden. Denk 2010 of zo. 2010, 2000. Ja. Nee, daarvoor zo. 2009. Gaat echt lekker. 2010 werd ik van school getrapt. Dus dan is het 2009 geweest. Ik stond echt voor lul, jongen. Ze wouden dat ik ging zingen. Nooit meer. Echt hoor. Bastion. Ja, echt. Human zingen van The Killers. Are we human? Are we dancing? Oké, zijn jullie er klaar voor het mooie spel genaamd Bastion? Ik niet. Maar wel, story. Oh, wacht even. Moet ik hem even opnieuw starten? Hij komt weer aan. Ja, de band, dat was echt drama. Bastion, waarom start je niet? Kom op. Daar is die. Yep. En toen op een keer iedereen stopte met de band. En het was ja, Jesper, ga jij mijn manager? Ga ik maar zingen. Wat? Niet gek of zo? Controls. Nee, ik kon nog controles spelen, mooie vriend. Nee, geen continue. Normal mode natuurlijk. Zeg als die iets harder moet. Proper store is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Oh, ik hou van Bastion. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Is zo'n moe spel. He gets up. Sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it points the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Starts to feel his bruises, though.